Hallo beste kijker, welkom. Wij zijn zeer verheugd dat u ons weer heeft kunnen vinden en dat u met ons weer wilt gaan kijken. Nou, Wij Zijn Onpartijdig en Politiek Correct, het politieke programma van Wij Zijn TV. En ik heb voor vanavond weer drie prominente gasten gekozen. En ik ga ze even aan u voorstellen. Ik heb hier rechts van me zitten mevrouw Gita Luiten van de Partij van de Arbeid. Tegenover me zit meneer Sake Christian Stelpstra van de ChristenUnie. En een nieuwkomer, althans voor de mensen die regelmatig naar de gemeenteraad kijken, Raymond Stoeten. En Raymond Stoeten, vertel jij ons even wie je bent en waarvoor je hier ook bij zit. Kijk, ik ben Raymond Stoeten, ik ben 33 jaar. Ik kom uit Gransbergen, ondernemer, juridische en financiële hulpverlening. En goed, hier aanwezig voor de SP, omdat we toch vinden dat de SP wat meer aandacht mag krijgen binnen de gemeente Hardenberg. Mm-hmm. Om wat socialer beleid te krijgen. En dat ontbreekt op dit moment aan, dat sociale beleid in de gemeente Hardenberg? Nou, de gemeente Hardenberg is goed op weg, maar ja, Er zijn nog wel punten waar zeker wat te behalen valt. U hoort het, u moet toch nog wat meer aan de bak, meneer Stelpstra. En, ja, ik ben zeer benieuwd. Ja. En heeft u enig idee met hoeveel zetels wilt u in de raad komen dan? Nou ja, goed, we hopen toch ongeveer gelijk met de PvdA in de gemeenteraad te kunnen komen op het moment als wij... Maar is dat een goed streven, want de Partij van de Arbeid die is momenteel een beetje in de min? Nou, ik denk dat het zeker een goed streven is om daar in die buurt te komen. Dus u denkt zo'n beetje 4-5 zetels ook weer te halen bij de komende verkiezingen? Dat hoop ik wel, ja. Oké. Nou, we zijn zeer benieuwd wat het gaat worden. En ja, toevallig fijn dat u erbij bent. Er staat binnenkort wat te gebeuren, ook met verkiezingen. Nog niet met de gemeenteraad, maar er komt binnenkort, mogen wij ja of nee zeggen tegen iets. En u weet waarschijnlijk wel waar ik het over heb. Ja, het associatieverdrag. Met? Met Oekraïne. En SP is daar... Die is daarop tegen. Wij denken als SP dat het nog net iets te vroeg is om Oekraïne, dat verdrag met Oekraïne te krijgen. Dus u zegt eigenlijk op termijn wel, maar het is wat te vroeg. Ja, ik denk dat wij zijn van mening dat het te vroeg is. Het is nog corrupt. Hmm. En wij vinden eerst dat Oekraïne de boel een beetje op orde moet krijgen voordat er een verdrag moet komen. Maar is niet een van de onderwerpen van dat verdrag om juist de corruptie aan te pakken? Ja, maar goed, is het ook de vraag of dat überhaupt gaat lukken natuurlijk. Het land is in tweeën verdeeld. Het ene gedeelte is richting Rusland verdeeld en de andere kant is weer meer richting het Europa. En wij vinden, ik denk eerst dat wat rustiger moet worden voordat je überhaupt misschien nog meer ellende op de hals houdt voordat dat... Nou ja, ik vind het wel jammer, want het biedt de opening om samenwerking met Oekraïne aan te gaan. En het minder onder Russische invloedssferen te laten opereren. En daarmee, ook de corruptie te bestrijden, de mensenrechten te verbeteren. En ja, niks doen, daarmee laat je iemand dus in feite buiten de deur staan. Dus ik zou de mensen toch willen adviseren om voor te stemmen. Want het betekent niet direct dat ze toetreden tot de Europese Unie, maar dat wij een handelsverdrag... Het gaat niet over het wel of niet toetreden tot de Europese Unie. Nee. Het gaat over een handelsovereenkomst. Ja. In feite, het associatieverdrag wil in feite zeggen dat, dat de EU op vrije manier kan handelen met de EU. Zonder. Nou ja, kijk, meneer is ondernemer, dus dan denk ik dat je ervoor zou kunnen zijn om met zoveel mogelijk mensen handel te drijven. Wat is dan, meneer Stelpstra, wat kan Oekraïne ons bieden? Welke producten hebben ze daar of waarom moeten wij een handelsovereenkomst sluiten met dat land in tegenstelling tot alle EU-landen die we nu al hebben? Nou ja, kijk, de ChristenUnie vindt het belangrijk dat wij samenwerken met andere landen. Mm-hmm. Als je met andere landen samenwerkt, dan kan je ook proberen daar de levensstandaarden te verbeteren, onder andere de corruptie. Maar goed, je hebt in de Oekraïne heb je vrij veel landbouw. Nou, dat kunnen we in Europa wel gebruiken. Dat zou wel mooi zijn, mevrouw Luiten. Dan kan hier de grootschalige landbouw wat een tandje wat lager, want dat staat toch ook regelmatig op uw website van de partij?
Regelmatig weet ik niet, maar het staat wel eens op de website van onze partij. Als ik hem aanklik, dan vind ik daar een van uw fractiegenoten een heel uitvoerig verhaal over. Maar hoe staat de Partij van de Arbeid daarin, in je handelsovereenkomst met Oekraïne? Wij zijn absoluut voor. Ja. Sowieso, omdat om een deel van dezelfde reden die meneer Stelpstra noemde. Wij vinden dat je moet samenwerken met je buren. Mm-hmm. Ik vind dat daar komt nog bij dat dit land is mede in een probleem gekomen met Rusland. Naar aanleiding van dit verdrag. Rusland is toen naar aanleiding daarvan de Krim binnengevallen. Het blijkt in andere landen, bijvoorbeeld in Polen, dat soort verdragen juist ontzettend heeft geholpen bij het terugdringen van corruptie. Het feit dat dit verdrag er aankomt, blijkt ook in Oekraïne al tot meer wetgeving en controle te hebben geleid. En als het erover gaat wie heeft er baat bij, ja, er zijn toch heel veel Nederlandse ondernemers die al zaken doen met Oekraïne en dat graag nog meer willen doen. Dus wat dat betreft denk ik dat met name de Nederlandse handelsgeest, om die maar weer eens te noemen, de grote voordelen van hebben. En dan specifiek ook met Oekraïne? Of denkt u ook dat... Nou, dit gaat toevallig over Oekraïne. Ja, maar er ligt ook een handelsovereenkomst met Noord-Amerika voorhanden, hè? De TTIP. Ja, dat is een heel ander verhaal. Dat is een iets anders verhaal. Maar in principe, een van de dingen waarom onze economie voor zo'n klein land het relatief goed doet, is omdat Nederlanders over de hele wereld handel drijven. En hoe minder barrières ze daarin tegenkomen, hoe blijer ze daar over het algemeen van worden. Nou is het misschien niet helemaal mijn partij om dat aan te vragen, maar wij zijn wel altijd voor veel werkgelegenheid en daar heb je toch gezonde ondernemingen voor nodig. Overtuigd, meneer Stoeten? Nee, steeds niet. Nee. U zegt het is helemaal veel te vroeg. Wij vinden het gewoon veel te vroeg. Dus u bent eigenlijk niet helemaal afwerst, maar u zegt nou misschien op termijn, maar op dit moment even nog niet. Even nee, de SP die is absoluut niet tegen, alleen die zegt wel op dit moment van wacht het eerst eens af. Zorg dat het eerst eens even wat rustiger wordt in dat land. Dat de omstandigheden daar allemaal verbeterd worden, corruptie verminderd wordt. En dan pas in de toekomst nog eens een keer gaan kijken van goh, welke mogelijkheden zijn er dan. En hoe denkt u dat het gaat lopen op 6 april? We hebben afgelopen zaterdag een peiling gehouden. De Krim die merendeel stemt daar in ieder geval tegen. Dus we weten natuurlijk niet hoe het in de rest van de gemeente is. Maar we gaan er toch vanuit dat een groot deel tegen zal zijn. Maar weten de mensen dan ook waar het over gaat? Nou, we hebben wel gemerkt dat heel veel mensen het eigenlijk niet weten waar het over gaat. En is het dan niet ontzettend gevaarlijk dat mensen dan zo alleen gevoelsmatig dan tegen gaan stemmen? Dat zou onrechtmatig, of in ieder geval niet goed kunnen wezen. Maar goed, mensen die moeten natuurlijk wel weten waar het over gaat. En we hebben afgelopen zaterdag ook geflyerd, waarbij er dus ook uitleg staat van goh, waarom is de SP er tegen? En de mensen die kunnen daar zelf dan ook... Want dat associatieverdrag zelf, dat is wat lastig om te lezen, heb ik begrepen. Ja. Hoeveel pagina's was dat? Iets van 300, zoveel? Ik geloof het wel, ja. Ja, dat is ongelooflijk, hè? Nou, we gaan het allemaal meemaken. En u denkt dat dat de voorstemmers er wel uitkomen op 6 april, meneer Stelpstra? Dat denk ik wel, dat hoop ik wel. Maar goed, het blijft een raadgevend referendum. En dat wil zeggen dat u denkt dat dan de regering gewoon zegt van nou bedankt en we doen het toch niet? Nou, goed, of we doen het toch wel? Kijk, de regering mag een eigen afweging maken op dit onderwerp. Maar dan moet het wel onderbouwd doen, neem ik aan. Ja, natuurlijk. Maar goed, kijk, als er onvoldoende... Maar de regering moet altijd alles onderbouwen, vind ik sowieso. Ja. Dus, Nou, is dat de laatste dat tijd... schort het er wel eens wat aan, hè? Dat hebben we nu weer meegemaakt, maar met België. Maar goed, dan gaan we wel heel erg op de landelijke politiek zitten. En die gemeentelijke politiek die is ook toch wel heel erg interessant. Vinden wij zeker. Ja, want we willen ons toch wel een beetje focussen in deze uitzending weer op de gemeente Hardenberg. Ja, in de gemeente Hardenberg, daar gebeurt wel het een en ander. Ik was vorige week weer in de raad en dat is toch een beetje apart. En dat hadden we de vorige uitzending hadden we het ook al over. Het AZC, daar is al een vergunning voor gegeven. Maar nu had uw partij, die kwam ook met een initiatief. Althans, ik neem aan dat het vanuit uw kant kwam, want u was een van de initiatiefnemers voor de Wereldmoestuin. Dat is geen initiatief van mijn partij. Dat is gewoon een burgerinitiatief van een aantal betrokken burgers. En daar ben ik er eentje van. En daar bent u... En hoe kwam u daar zo toe? Nou, omdat we natuurlijk met de hoorzittingen en alle afwegingen over het asielzoekerscentrum heel veel informatie hebben gekregen. En wat mij opviel was dat veel omwonenden
eigenlijk zorgen hebben over het feit dat die vluchtelingen die daar straks zitten, de hele dag eigenlijk niks te doen hebben. Nee, nee. En ook niet zoveel mogen doen. Tegelijkertijd begreep ik ook dat de vluchtelingen het moeten doen van een heel beperkt weekbudget. En ik dacht, ja, je wil toch als een gemeenschap je wil opnemen, dan blijkt ook dat veel mensen in asielzoekerscentrum ook graag iets terug willen doen voor die gemeenschap. Toen is heel simpel het idee geboren, 1 en 1 is dan 3 in dit geval. Waarom beginnen we niet naast het asielzoekerscentrum een moestuin? Die wordt bewerkt door vluchtelingen en vrijwilligers uit Hardenberg, uit alle lagen van de bevolking. En de opbrengst, dus de oogst uit die moestuin, gaat voor de helft naar de vluchtelingen. Die hebben dan iets te doen, ze leren Nederlands en ze hebben ook nog gezonde groenten. En voor de andere helft gaat die naar de voedselbank. Dus op die manier kunnen ook de vluchtelingen nog iets terugdoen voor de samenleving van Hardenberg. En dat kan en mag, daar zijn geen beperkingen voor? Of, om groenten te kopen? Om extra inkomen te krijgen vanuit die mensen. Ik dacht dat er bepaalde afspraken voor waren, dat mensen dus niet echt mochten participeren in een bepaald arbeidsproces. Nee, ze mogen niet werken, voor zover ik heb begrepen, maar dit is ook puur vrijwillig, dus ze krijgen er ook geen geld voor. Maar ze krijgen wel een deel van die groenten die ze dan mogen gebruiken. Ja, want die hebben ze tenslotte ook zelf gekweekt. En hoe is dat gevallen in de raad? Het is helemaal niet in de raad geweest, want nee. Het is een... Maar ik begreep toch wel dat er nog een vergunning voor moest aangevraagd worden voor die... En dat dat wel in de raad was en dat dat een beetje, eigenlijk een beetje als mosterd naar de maaltijd kwam. Dat was niet de laatste vergadering, maar in de vergadering daarvoor dat dat nog besproken werd. Maar toen was ik een beetje verbaasd dat er toch weer, er was weer een vergunning over het AZC. Ik denk, ja, waar gaat het over? En toen bleek het over die wereldmoestuin te gaan. Wat wij hebben gedaan, we hebben een stichting opgericht die dit plan gaat uitwerken. Mm-hmm. Dat moesten we doen omdat het kost natuurlijk toch een beetje geld. Je wil dat het daar veilig en dat het daar sociaal is. Dus we willen heel graag dat daar bijvoorbeeld een tuinman elke dag aanwezig is. Dus we hebben een stichting opgericht en daarmee hebben we subsidies aangevraagd. En daarmee hebben we ook aan de gemeente gevraagd of we dat stuk grond naast het asielzoekerscentrum kunnen pachten of huren voor die periode. Ja, ja. Dat hebben we gevraagd. Daar moet, als dat doorgaat, een vergunning voor, omdat groente kweken met de hand telt niet als agrarische activiteiten. Dus er moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd of je daar een moestuin mag beginnen. Maar die is nog niet aangevraagd. Oh, met die fiets. Dus zo begreep ik het ook. Ik denk, ja. Ja. En ik was toch een beetje verrast. Ik denk, ja, dat hele traject heeft al plaatsgevonden. Nee, dat heeft nog niet plaatsgevonden. Maar dat heeft nog niet plaatsgevonden. Maar u heeft wel een oprichtingsakte inmiddels getekend. Nou, we hebben eind december ergens de stichting opgericht. Mm-hmm. We hebben dat aan de notaris gevraagd of die dat voor weinig wilde doen. Of voor het goede doel, dat hebben ze gedaan. Daar zijn we heel blij mee. Omdat we simpelweg, als we hebben subsidies aangevraagd bij bijvoorbeeld het Oranje Fonds, bij Stichting Doen, bij het Kansfonds. En dat zijn allemaal landelijke subsidiefondsen en die kunnen alleen maar een bijdrage leveren aan een rechtspersoon, dus een stichting. Nou ja, dat kost €300 en wij hebben met de bestuursleden gezegd, nou, we nemen het risico als het allemaal niet lukt met het vinden van het geld en het gaat niet door, nou dan hebben we privé... Dat zijn we dat geld kwijt. Een paar centen erin zitten. Ja, precies. Nou, dat is wat er is. Maar wat zo jammer is, ik zag wel dat jullie hebben ook een Facebookpagina. Maar, maar in de gemeente leeft dat nog niet erg. Ja, in Hardenberg zijn er wat likes gekomen, maar in zijn algemeenheid, ja, in de andere kern is het nauwelijks bekend. Nee, dat kan. Overigens krijgen wij veel goede reacties, ook uit andere kernen. Maar het gaat natuurlijk met name om Hardenberg, want Hardenberg is ook de kern Hardenberg, de gemeenschap. Die dat asielzoekerscentrum natuurlijk in de ja, we willen toch tegenwoordig allemaal één grote gemeente zijn. Dat willen we natuurlijk ook. Maar we zijn eigenlijk eerst begonnen met praten met allerlei maatschappelijke organisaties die er iets mee te maken kunnen hebben. Bijvoorbeeld met de Groene Wellen, de agrarische opleidingen. Dus de studenten willen graag mee gaan werken aan het terrein. En zo zijn we met de stuw, met de koppel, met dat soort vluchtelingenwerk. En met de plaatselijke belangen van de omringende gebieden. En dat vonden we eigenlijk het allerbelangrijkst. We kunnen natuurlijk meteen allerlei advertenties zetten, maar het gaat er wel om dat we eerst willen kijken of er überhaupt in de samenleving genoeg draagvlak is voor zo'n initiatief. En u zegt van nou, als mensen daar nog meer van willen weten, kijk eens op Facebook, daar vind je heel veel informatie erover. Ja, en ze kunnen altijd een mailtje sturen en dan krijgen ze meteen antwoord, want we zoeken ook nog heel veel vrijwilligers. Dus mensen die met de handen in de aarde willen zitten of... Of die ons willen helpen met de communicatie of met de fondsenwerving. Of die op een flat gaan wonen en gereedschap over hebben of zo. Bijvoorbeeld, ja.
Ja, dan nou, heel graag. Dan houden we ons van harte aan bijvoorbeeld. Goed initiatief. U geeft in ieder geval dan de mensen wat te doen, hè? Lijkt me zo. Dat is het. Mee eens, heren? Of, ja. Ja? Ja, zeker. Ja, heel goed plan. Nou, ja. U hoort het, u heeft al de toekomst en de halve raad heeft u al mee. Dus het kan eigenlijk niet meer fout gaan, lijkt mij. Nou, was er de afgelopen keer was er wel wat tumulten, meneer Stelpstra. Dat ging met name over een bouwlocatie in Sipkelo. Kunt u mij eens even uitleggen hoe dat nou in elkaar zit? Want ja, er ontstond toch heel wat commotie. Er waren ontzettend veel insprekers en ja, ook mensen op de tribune die zich behoorlijk roerden van... ja, ik geloof dat er wat onvrede in het dorp Sipkelo heerst. En hoe kan dat nou toch in onze mooie gemeente? Ja, kijk... de gemeente heeft een plan gemaakt om nieuwbouw te gaan plegen in Sipkelo. En die waren vergeten dat met de inwoners te bespreken? Of, Nee, dat niet. Er is nog een terrein dat ligt in het centrum van Sipkelo. Dat heet het kloosterterrein. Ja. Het is niet SEC het kloosterterrein, maar het is een gebied wat ernaast ligt. Mm-hmm. Daar zijn een aantal mensen die willen daar graag wonen. Maar is dat niet een archeologisch gebied waar eigenlijk nog... hele belangrijke dingen in de grond zitten die nog ooit eens een keer naar boven zouden kunnen komen? Dat schijnt wel mee te vallen. Als je SEC naar het kloosterterrein krijgt, dat heeft wel een hoog archeologische waarde. Ja. Maar het gaat met name om het gebied wat daarnaast ligt. En dat schijnt een lager archeologische waarde te hebben. Nou, die mensen die hebben daar een aantal plannen voor gemaakt om daar te gaan bouwen. De gemeente heeft die ook een aantal keren beoordeeld. Maar elke keer afgekeurd omdat ze niet voldoen aan... stedenbouwkundige... Ja, ik kreeg toch een beetje de indruk dat de mensen behoorlijk ontevreden waren, dat ze niet gehoord waren en dat ze vonden dat ze een klein beetje in het pak geduwd werden, dat ze niet serieus werden genomen door BMW en ja... Ja... De wethouder die kwam dan weer van, ja, waar jullie zijn, we hebben jullie een hele poos niet gezien en waar waren jullie dan? En nou ja, dat ging een beetje op en neer, dat clashte wat hier en daar, maar... Ja, zoals ik het begrepen heb, is er overleg geweest over de plannen. Ja. Maar zijn die plannen tot nu toe nog niet, zou ik zeggen, volwassen genoeg om uit te kunnen voeren. En wat gaat er nu gebeuren? De gemeenteraad heeft voorgesteld om een drietal scenario's uit te werken. En dat is het scenario of we gaan bouwen op het stukje grond van de gemeente, dat ligt buiten Sipkelo tegen Sipkelo aan. Of we gaan bouwen op het kloosterterrein. Of we maken een combinatie. Ja, dus en dan had de gemeente die had al een bepaald stuk grond gereserveerd, hè, bij de akkers. Ja. Hè, dat, ja. En dat blijft dan weer braak liggen en dat komt dan ook weer bij de rest van het grondbedrijf, wat al een poosje braak ligt. Ja, dat is dus even de vraag welk scenario het gaat halen. Ja, wij zelf vonden als ChristenUnie dat we prima op de akkers verder konden gaan. Hmm. En daar dus eerst zouden kunnen beginnen. En eventueel later nog zouden kunnen kijken of het kloosterterrein verder ontwikkeld kan worden. Maar goed, de raad heeft besloten om te zeggen, nou, laten we eerst die drie scenario's eens uitwerken. Nou, meneer Stoete, er zijn wat burgers die zijn ontevreden over de gemeenteraad. Dus misschien is dat weer een kans voor u om daar eens even te gaan informeren hoe dat zit. Ja, nou ja, ik heb er wel eens wat van opgevangen dat er ook wel mensen zijn die ook tegen het, de bebouwing zijn daar. En ook met name ook vanwege de flora- en fauna-wetgeving, dat daar ook een beschermd dier zit, geloof ik, in die omgeving. Dus ik heb er wel wat van meegekregen. Maar het lijkt me zeker een keer interessant om daar eens te gaan kijken wat daar speelt. En wat de plannen daar zijn voor dat gebied. U had het er net over tegenover van ons. We gaan het allemaal nog meemaken en het wordt vervolgd. Hè? Maar u had het er met mij over, er moet wat gedaan worden aan het sociale gezicht van Hardenberg. Ja. Kunt u nog even wat dieper daarop ingaan? Van wat is er nou momenteel fout met het sociale gezicht van Hardenberg? Het gaat voornamelijk op het gebied van de hulpverlening voor de mensen op het gebied van armoede, het inkomen. Maar ook de jeugdzorg en dat soort dingen waar nog wel eens wat dingen te halen valt. Ja, te halen voor de jeugd of? De belangen van de mensen zelf. We zien gewoon dat op bepaalde vlakken dat de drempel voor de mensen om hulp te vragen soms nog te hoog is. Door de samen doen teams. Mijn ervaring is van gebruik meer mensen met als ervaringsdeskundigen, waardoor de drempel ook wat lager wordt. Heeft u vrees dat die loketfunctie niet echt goed functioneert? Nee, ik
Ik ken zelf het Samen Doen team en ik ben daar ook heel goed mee bekend. Ik heb ook in een werkgroep gezeten die zich daar ook rondom bezighoudt. En we krijgen vanuit de mensen krijgen gewoon te vaak nog te horen van ja, de drempel is nog te hoog om hulp te vragen en hulp te zoeken. Het is, en daarnaast ook dat de mensen nog soms te weinig of niet goed geïnformeerd worden over van welke voorzieningen er zijn. Maar ook op het gebied van jeugdzorg hoor ik wel eens wat dingen dat ik denk van ja, de belangen van de kinderen zouden meer voorop moeten gaan staan en niet de kinderen overspannen thuis laten zitten door jeugdzorg. Nou hebben we een paar, op afgelopen tijd hebben we mevrouw Luijten flink wat onderwerpen gehad die met name over de jeugd gingen in de gemeenteraad. Hè? Dat klopt. We hebben de jeugdgemeenteraad gehad en heeft u het idee dat de Samen Doen teams niet functioneren? Heeft u daar informatie over gekregen? Nee hoor, in tegendeel eigenlijk zelfs. Ja. Ik geloof dat in elk systeem... Dus dat is niet waar? Nou, dat wil ik niet zeggen, want als u die mensen kent, dan is het ongetwijfeld waar. Maar in elk systeem gaan er wel eens dingen mis. En zeker in een nieuw systeem moet je echt alle zeilen bijzetten om in het begin te zorgen dat er niet meer mensen buiten de boot vallen dan in het oude systeem, want het is natuurlijk opgericht om het beter te maken. Ik hoor gelukkig ook wel heel veel verhalen dat het ook daadwerkelijk helpt, dat hulpverleners vanuit verschillende hoeken nu een beter overzicht hebben in probleemgezinnen bijvoorbeeld. Maar elk kind wat onnodig thuis zit of niet geholpen wordt, maar dat is er niet een bepaald verband met u beiden te trekken, want we hoeven toch niet tot 2018 te wachten. Dat hoop ik niet, nee zeker. Dat meneer Stoeten misschien een of wat meerdere zetels krijgt. Dat er toch een signaalfunctie komt. Zou er niet een soort interactie kunnen komen tussen u bent IO in oprichting en mevrouw Luijten die zegt, nou wij staan er voor open voor signalen. Dus, ja goed, ik ben er zeker bereid om over te praten. Ja. Ja. Nou ja, wij want roepen ook dat de klant op. Is het belangrijkste lijkt mij toch. Hè? Zeker. Wij roepen altijd op om dat soort dingen te laten weten. Gelukkig hebben we een van onze leden in de fractie is professioneel jeugdwerker, dus die zit er de hele dag middenin. En dat zorgt ook wel dat wij via haar ook wel horen en wij vragen regelmatig mevrouw inderdaad. Mevrouw Kloekhorst bedoelt u? Mevrouw Erika Kloekhorst. Ja. En wij vragen ook daar gelukkig regelmatig inderdaad aan het college om op dat soort dingen te letten of als wij dat soort signalen horen. Want zoals ik al zei, dat gaat me helemaal niet over politieke kleur, maar elk kind wat thuis zit en niet de hulp krijgt die het verdient, dat is wat mij betreft is er één te veel en dan maakt het me helemaal niet uit van welke partij u bent, of u in oprichting bent of niet, maar dat moet gewoon opgelost worden. Ja, goed, ik ken gewoon een aantal voorbeelden vanuit de praktijk. Ja. Ik zit zelf ook in het werk dagelijks en ik krijg ook goed van mensen die ik ook zelf persoonlijk ken, krijg ik signalen ook vanuit, ook op bijeenkomsten, krijg ik wel eens te horen van ja, god, dit lopen dingen niet. En nou goed, we hebben toen in de werkgroep waar ik toen ook zat, hebben ook aangegeven richting de gemeente van god, dit zijn punten waar aandacht aan besteed moet worden. Nou, ik ben heel blij dat er dat soort werkgroepen zijn. En als jullie nou het idee hebben, maar dat geldt denk ik op allerlei onderwerpen, dat die signalen niet of niet genoeg of niet snel genoeg worden opgepikt. Ja, wij worden regelmatig als raadsleden door allerlei organisaties of personen op dat soort dingen gewezen. En ik denk dat dat voor een raadslid ook heel belangrijk is. Is er bij u in de fractie nog iemand die dat specifiek behandelt, dat punt? Dat u zegt van nou... We hebben zelfs een drietal die op het sociaal domein zit. Ja, ja. Die zich daarmee bezighouden. Ik weet dat mijn fractiegenoten regelmatig de Samen Doen teams bezoeken. Om even langs te gaan, om te kijken hoe het gaat. Maar goed, ja, wij krijgen ook wel signalen dat er iets niet goed gaat. Nou, die zetten we altijd direct door naar de gemeente. En voor zover ik weet wordt dat goed opgepakt. En ik geloof toch ook dat er binnen de gemeenteraad toch ook nog een speciaal commissie is. Die dat, een klankbordgroep. Ja, een klankbordgroep die dat oppakt. Vanuit alle flink wat partijen vertegenwoordigd zijn? Nou, die hebben eigenlijk meer een soort voorbereidende rol binnen het sociaal domein. Ja. Maar goed, er zijn gewoon heel veel nieuwe ontwikkelingen. We hebben bij het begin al gezegd van ja, er kunnen fouten plaatsvinden. Daarmee praat je het niet goed, maar het is net wat mevrouw Luijten zegt. Ja, je gaat een nieuw systeem opzetten. Maar je hoort wel, en dat heb ik ook, was de afgelopen tijd ook heel prominent in het nieuws, dat het met name schort aan budget. En dat er zijn gemeentes die het gewoon financieel niet rondkrijgen. Er zijn een x-aantal zorgtaken die zijn naar de gemeente overgekomen. Hè? Ja.
Participatiewet, participatiemaatschappij, de WMO. En je krijgt het signaal dat dat met name dat de gemeentes zijn. Die zeggen, ja, we hebben onvoldoende budget om die taken uit te voeren. Met name in de 100.000 min gemeentes. En helaas is Hardenberg nog zo'n gemeente. Nou ja, wij hebben die taken gekregen. Ja. Alleen wij kregen direct ook een korting op die taken. Dus in feite is het maar probleem... heeft u dat dan gewoon geaccepteerd? Of zei je van ja, moet je goed luisteren? Ja, wij hebben wel die uitdaging aangenomen. Ja. Ik bedoel, het is wel een verantwoordelijkheid. Wij leven en met elkaar in dit land. Mm-hmm. Dus we hebben dat wel opgepakt. Maar goed, we hebben wel aangegeven, wij willen daar meer budget voor. Nou, dat hebben we ook wel, hebben de gemeentes ook wel gekregen, maar dat zijn incidentele middelen. Maar we zien ook wel dat we met een verandering wel wat kunnen besparen. En bovendien, we hebben als raad in Hardenberg ook gezegd, we gaan het doen voor het geld wat er beschikbaar is. Hm. Maar geld mag natuurlijk niet een reden zijn om mensen in de ellende te laten zitten. Dus als inderdaad in Hardenberg blijkt, maar dat is mij nog niet bekend in ieder geval, dat er te weinig geld zou zijn voor belangrijke zorg, ja, dan moet de raad daar weer over. Nou, het was met name ook van de week was er ook iets ten aanzien, dan niet voor de jeugd, maar ook ten aanzien van ouderen. Mm-hmm. Die worden zeg maar geantemeerd om zoveel mogelijk langer zelfstandig te blijven wonen. En dan blijkt dat als die mensen dan inderdaad zelfstandig willen blijven wonen, dat het ontbreekt aan seniorenwoningen. Ja, en dat is juist ook daar weer onvoldoende budget voor is. En dan zeg je van ja, waar ben je dan in feite mee bezig? Het paard achter de wagen aanspannen. Mensen moeten de rusthuizen verlaten, moeten zelfstandig wonen. En dan willen ze dat en dan is dat er niet. Nou, ik ben blij dat u dat opbrengt. Want dat is een van de dingen die wij als PvdA de afgelopen maanden een aantal keer in de gemeenteraad hebben aangegeven. Mm-hmm. En om het maar even zo te zeggen, we hameren daar nogal op. Omdat we vinden dat die sociale woningbouw ontzettend belangrijk is om de wachtlijsten terug te dringen. Mensen willen een woning. Dat geldt ook voor jongeren. Hè. Die moeten ook vaak lang wachten omdat dat soort huizen er niet zijn. Nou ja, er komen natuurlijk ook nog vluchtelingen en statushouders. Dus wij roepen, ga nu juist iets doen aan die woningbouw, ook voor dit soort woningen. Mm. Zodat als er straks meer ouderen komen of nog meer jongeren een huis willen of meer vluchtelingen, dat we daar tenminste op voorbereid zijn. Als we nu gewoon wachten en niks doen, dan blijft de wachtlijst gewoon. En dat traject in Sipkelo, dat viel daar niet onder, meneer Stelpstra? Nou, oorspronkelijk was daar wel het idee om daar een aantal senioren wonen. Ja. Maar dat was het allereerste plan en dat heeft het niet gehaald. Maar ik neem aan, meneer Stoeten, dat het ook uw aandacht heeft, de ouderen. Dat het niet alleen over die jeugd gaat. Nee, absoluut niet. Het is überhaupt een sociale huur voor ouderen, jongeren en de normale mens. We vinden ook gewoon dat er te veel woningen zijn. Als ik kijk op Marslanden, hoeveel woningen daar leeg staan qua koopwoningen. Koopwoningen dan, Die zouden ook gebruikt kunnen worden voor de sociale huur. Of in ieder geval de mensen die tussen wal en schip komen te zitten. Dat er toch doorstroming komt ook in de sociale huur. Nou, koopt de gemeente hier en daar wel eens een pandje op. Maar dat zijn dan vaak, wat hebben we in Denemsvaart gehad, dat waren dan winkelpanden. Met dan het idee om op langere termijn iets daar te gaan bouwen. Maar u zegt dat zou eigenlijk ook bij woningen mooi kunnen plaatsvinden. Ja, dat zou ook gewoon woningen. Maar dan moet het wel zo zijn dat je niet, wat we dan hebben in Nederland, overal die reuring over hebben gehad, dat een x-aantal statushouders daar dan met elkaar in zo'n woning gaan wonen. Of, nou ja, goed, natuurlijk, die mensen hebben ook gewoon recht op een woning. Dus ik vind ook dat die ook een plek moeten hebben. Maar ik vind wel dat het ook een beetje eerlijk verdeeld moet worden. Dat de gewone mensen, maar ook de statushouders, dat die gewoon ook een plek kunnen krijgen. Want die mensen hebben ook recht op een woning, zo simpel is het gewoon. Nou, wij pleiten overigens wel dat je daar wat soepeler naar moet kijken. Mm-hmm. Want je kan een 25-jarige iemand, een vluchteling, best een huis in zijn eentje geven. Maar op die leeftijd is het misschien helemaal niet zo gek om een huis te delen. Als het drie slaapkamers heeft, kan je er ook drie in kwijt. En dat doen we nu niet. Maar als je er op die manier naar kijkt, dan scheelt het je weer twee andere woningen. Dus maar u heeft niet de vrees dat, zoals het waar dat elders in het land plaatsvond, dat dan de bevolking daartegen in opstand komt, stenen door eruit gaat gooien en dat soort zaken. Nou ja, dat vond ik vreselijk om te zien. En, ja, maar ik hoop niet dat het gebeurt. Hmm. Ja, dat moet je afwachten. Maar ik denk ook dat het waarschijnlijk verstandiger is als ze in dat soort verschillende panden zitten dan wanneer je bij wijze van spreken een wijk bouwt en ze daar allemaal in zit. Want dat hebben we in de grote steden gezien, dat toch ook heel vaak niet werkt. En u denkt als die mensen eerst bij u in die tuin hebben gezeten, dat ze dan voldoende sociaal-maatschappelijke omgeving hebben leren kennen, dat men ook wel bij de mensen in de wijk kan gaan wonen? Dat hoop ik, maar dat gaat natuurlijk niet alleen voor ons initiatief. Er zijn meer initiatieven van maatschappelijke organisaties uit Hardenberg die met dat soort...
Nou, ik weet dat het Diagonaal Platform is heel actief bezig, maar ook bijvoorbeeld de sportclubs, de sportvereniging. Wat is dat, het Diagonaal Platform? Dat is een samenwerking van alle diakenen binnen de kerkelijke gemeentes binnen Hardenberg. Mm-hmm. En wat doen die? Die hebben eigenlijk een platform opgericht voor overleg, maar met name ook voor AZC, om daar vrijwilligerswerk te gaan doen, activiteiten te gaan ontplooien. Nou, mooi. Ik bedoel, er is zat vrijwilligerswerk. Hè. Er is onlangs een mooi initiatief ontstaan in Denensvaart. Recyclen van meubelen en van kleding en dergelijke. Dus als mensen daarin geïnteresseerd kunnen worden, dat lijkt me een heel nobel streven. Het is een mij onbekend initiatief. De makelij kent u niet? Nee, zeg maar niks. Maar... Dus gaan kijken daar wel. Het is echt wel een keer de moeite waard. Maar zo ziet hij, leert hij ook nog wat in de uitzending. Ja, dus, ja, geweldig. Nou, dan was er verheugd bericht, hè, afgelopen raad, dat... Hardenberg, hè, dat is in ieder geval schalievrij verklaard, hè? Begrijp ik, schaliegasvrij. Ja. En is dat, hoe vond uw partij dat? Want u heeft allemaal unaniem meegestemd, maar zover mij bekend is het geologisch nog niet aangetoond dat onder de gemeente Hardenberg zit. Het is eerder ter sprake geweest in de gemeenteraad en toen hebben we de discussie aangehouden. En nu vonden we unaniem dat het... nodig was om ons... Maar is dat geen symboolpolitiek, als het er niet zit? Het is een signaal naar de landelijke overheid dat wij dat niet willen. Dat u zegt van, nou, Hardenberg doet niet mee, maar goed, we konden dat makkelijk zeggen, want het zit er toch niet. Nou, zo simpel is het natuurlijk niet helemaal, want ik vind er overigens niks mis met dat signaal en dat symbool. Ja. Maar er lopen natuurlijk leidingen door Hardenberg met afvalwater die in onze zuidelijke buurgemeentes in het grondwater en in ons drinkwater terechtkomen. Dus we hebben wat dat betreft natuurlijk wel te maken met de gevolgen daarvan. Het was niet echt met schaliegas, maar dat is met oliewinning in Schoonhoord, bedoelt u? Dat, Ja, de afvalwaterleidingen die lopen door de gemeente en die zijn wel eens lek. En er gebeurt maar dan gaan ze nu toch zo'n mooi PVC-pijpje doorheen trekken, zodat het helemaal ontlekt wordt. Noem je dat zo? Ontlekt wordt is een mooi, mooi nieuw woord, dat leren we nog meer. Ja. Nee, maar het heeft ook te maken met solidariteit en ook dat je aangeeft, want we willen eigenlijk dat soort risico's niet lopen. Met maar is dat überhaupt niet een beetje onzinnig? Want uw partij heeft laatst ook aangegeven, landelijk dan, hè, dat die heeft het nobele streven dat met 10 jaar eigenlijk... men niet meer zoveel moet hangen op fossiele brandstof. En als je dat dan ziet, dan zie je toch weer allerlei initiatieven die eigenlijk naar die fossiele brandstof gaan. Ik weet niet welke initiatieven u nu bedoelt. Nou, ik bedoel over het initiatief van binnen 10 jaar zeg maar alle auto's elektrisch moeten rijden. Dat was van de Partij van de Arbeid, landelijk. Nou, ik juich dat van harte toe. Ik zie het, het is misschien wat optimistisch, laat ik het zo zeggen. Want ik weet nog niet of iedereen over 10 jaar een elektrische auto rijdt. Maar ik bedoel eigenlijk mee van, waarom moet je dan nu nog olie gaan winnen, terwijl er nog zoveel olie in andere, die wat minder zwavelhoudend is. Dit is heel zwavelhoudende olie. He, er zijn andere gebieden maar waar... Maar dat is precies waarom wij natuurlijk zeggen, het mondiaal bekijken mee of zo. Ophouden. Ja. Want als we toch toe moeten naar een maatschappij die draait op duurzame energie, en dan ga je ook nog extra risico's lopen met zoiets belangrijks als je eigen drinkwater. Laten we er gewoon mee ophouden. We moeten toch toe, en het blijkt te kunnen, er zijn voorbeelden, dat is ontzettend inspirerend om te zien. Wij hebben daar een motie over ingediend. Laten we nou als Hardenberg gewoon ook heel ambitieus zijn en zeggen, over 10 of 20 jaar of 30 jaar voor mijn part zijn we helemaal zelfvoorzienend. En dan kijken mensen soms moeilijk. Maar bijvoorbeeld in Duitsland is een gemeente die doet dat. En die had als ambitie, we willen 100% van onze energie willen we duurzaam opwekken. Die werken nu inmiddels 300% op. En die verdienen er dus ook nog heel veel op. Goed idee, meneer Stelstra. Ja, absoluut. Was u ook voor die motie van de Partij van de Arbeid? Ik heb hem even niet scherp. Ja, volgens mij als in mijn herinnering wel. Ik dacht dat hij ook mede-indiener was of samen met... met uw partij. Ja, dat kan. Ik weet niet. Mijn fractiegenoot Klaas Mulder die gaat over duurzame energie. Maar natuurlijk, wij voelen ons rentmeester van deze aarde. Dus zou ik zeggen. Dat was een van uw 9 punten, hè, van het verkiezingsprogramma van. Van 2014 is het alweer. Hè? Klopt. Staat er nog wat van overeind? In ieder geval het rentehouderschap? Uh, ik,
ik heb ze net nog even kunnen bekijken. En, ik had ze toevallig in mijn jasjes liggen. Ja, ja. Ja, en volgens mij liggen we aardig op koers op al die 9 punten. Dus, Oké. En hoe zit de SP daarin? Nou goed, wij zijn absoluut tegen het schaliegas en het wrakken. Dus dat, Wat is wrakken? Is dat, dat is eigenlijk hetzelfde als schaliegas, alleen in mindere mate. Het is het zusje eigenlijk van het schaliegas. En daar zijn we gewoon tegen om die rotzooi in de grond te doen, om, ook vanwege het drinkwater. Ja. En dat geldt voor het afvalwater precies hetzelfde. Je vervuilt er de grond mee en wij moeten hier nog heel lang op deze aarde. Dus ze moeten gewoon stoppen met die rotzooi. Maar hoe moeten we het dan oplossen? Een kaarsje 's avonds branden? Of, Nee. Goed, er zijn genoeg andere oplossingen. Je hebt zonne-energie, je hebt windenergie en al dat soort dingen. En er zijn genoeg oplossingen om wel... te stoppen met de fossiele brandstof. Maar er zijn toch wel punten waarin u zich als SP onderscheidt, want u bent het overal mee eens. Dus dan zeg ik, wat is dan eigenlijk de toegevoegde waarde van de SP in de Raad? Nou ja, goed, dat is eigenlijk, er zijn gewoon ook wel andere vlakken waar de SP wel wat doet. Dus en hun... We hoeven ook niet met alles tegelijk eens te zijn, maar goed, we hebben wel een aantal punten. U zit er wat scherper in. Wij zitten er gewoon wat scherper in. We hebben ook, als we zien wat wij bereikt hebben als SP in de buurt van Groningen met de gaswinning, dat daar een heel eind teruggeschroefd is. De SP die heeft daar behoorlijk wat voet in de aarde gehad met de mensen, de bewoners zelf, om daar de gaswinning terug te dringen. Zou dat gevaar, want u had het over het afvalwater wat in Drenthe eigenlijk ontstaat, dat gaat dan door onze gemeente heen. En waar komt dat uiteindelijk dan terecht? Ja, in Twente. In Twente. Dat is ook voor een deel onze drinkwatervoorziening. Dus het gaat misschien niet letterlijk bij ons in de gemeente de grond in. Maar we hebben er wel last van, want wij halen uit diezelfde grond ons drinkwater. Ja, en dat die kans bestaat, zegt u, dat dan in feite dan gaat, dat gaat lekken of zo? Of dat, Het moeilijke is, we weten het nog niet. De leidingen we doen lekken. Het nog maar te kort om te weten wat de effecten zijn. Maar dan hoorde ik wel van de wethouder die zei van, wij gaan daar helemaal niet over. Dus klopt. We kunnen er, maar is dat niet een beetje vreemd? Het loopt door je eigen gemeente. Maar je hebt er in feite geen, hoe zeg ik dat netjes, je hebt er niets over te vertellen. Nee, maar dat is wel met meer dingen zo. Ja. Ik bedoel dat als we even naar de wegen gaan. Ja, we hebben ook een provinciale weg. Daar gaan we niet over. Nee. Maar goed, hij loopt wel binnen onze gemeente. En hij is ook heel belangrijk voor onze gemeente, want zonder goed vervoer... Maar dan was er van de week was er een meneer, en ik ben even de naam kwijt, maar die hield toch een heel emotioneel betoog waarom op de N340 aftakkingen waren gemaakt die dan over zijn grond moesten gaan lopen. En dat de gemeente had hem in het begin beloofd dat dat niet het geval zou zijn. En hij zegt, jullie doen aan de beloftevervalsing, fraudering. Ik weet niet wat er allemaal over tafel kwam, maar... Het waren, ik hoorde wel van uw wethouder zeggen van matig uw taal. Het ging even hard tegen hard. Ja, kijk, die meneer gaf aan dat hij een woning heeft gepacht. Volgens mij kan alleen pacht op dat landgoed. Ja. En dat hij naar het bestemmingsplan had gekeken. Ja. En dat hij daar geen weg zag liggen. En nu werd hij geconfronteerd met een nieuwe situatie. En is dat reëel? Is dat eerlijk? Of zegt hij van, helaas pindakaas? De wethouder gaf ook aan, en voor zover ik weet zijn ze al 10 jaar bezig met de opwaardering van de N340. Ja. Dus hij had het kunnen weten als hij wat breder onderzoek had gedaan. Dus die zijn in feite eigen schuld? Ik probeer het wat te versimpelen van wat u eigenlijk zegt, maar daar komt het in feite wel op neer. Ja. Ja, je hebt hij is niet de enige. Hè? Dit is een mooi voorbeeld, deze weg. Ja. Er wonen meer mensen langs die weg die misschien minder uitzicht krijgen of opeens met geluid te maken krijgen. Maar wij hebben ook de afweging gemaakt in de Raad, en niet alleen wij als PvdA, maar alle partijen. Mm. Het is wel voor het algemeen belang, is het zo belangrijk dat die weg beter wordt. Want als wij geen goed vervoer hebben hier en de werkgelegenheid daalt, dan hebben we met z'n allen een nog veel groter probleem. En het is nou eenmaal zo, hoe vervelend dat ook is, dat het is goed voor het algemeen belang, maar dat kan wel betekenen dat op individueel niveau de gevolgen gewoon heel groot kunnen zijn en heel ingrijpend. En wij vinden dat je dan als overheid die gevolgen zo goed mogelijk moet proberen te vangen. Ja, of af te schermen, want uw partijgenoot, meneer Jonkhans, die had het erover, en dat ging met name over de geluidsschermen. Ja, dat
wat ik het dan goed heb begrepen, maar ik moet maar corrigeren als het niet helemaal correct wordt weergegeven, dat men die fragmentarisch neerplaatst. Een bepaald gedeelte wel, een ander gedeelte weer niet. En nou, toen kwam de wethouder die ook nog even een duit in het zakje, zoals dat dan goed heet. Hè, van ja, maar als ze daar niet moeten komen, waarvoor zouden ze dan niet ook aan de... En in feite zou het dan eigenlijk bepleiten om dan helemaal universeel langs beide stroken aan de weg dat te plaatsen. Als ik het goed heb Nou, dat zou ik doodzonde vinden, want er zitten ook hele stukken waar niemand woont en waar het uitzicht... Waar je toch ook wel niet het uitzicht wil verstoren. Mm. En geluidswallen zelf, ja, daar kijk je niet zo snel overheen over het algemeen. Maar waar veel mensen wonen en waar veel last is, ja, dan vind ik dat je als gemeente moet kijken of je wat aan die overlast zo min mogelijk, of die zoveel mogelijk kan beperken. En hoe, wat gaat er nu gebeuren precies? Nou, er is nu afgesproken, mede op ons verzoek, dat als de weg er ligt en klaar is, dat dan nog een keer wordt gekeken hoeveel geluid die maakt. En of dat, als dat bijvoorbeeld meer is dan eigenlijk wettelijk mag, ja, dan moet je er iets aan doen. Nou ja, maar dan heb je natuurlijk ook wel een beetje, ja, niet alleen voortschrijdend inzicht, maar ook verandering van verkeer. Hè? Dat als iedereen binnenkort elektrisch gaat rijden, dan wordt het een stuk stiller. Wordt het een stuk stiller. Ja. Dus dan heb je misschien het idee dat het dan die dingen niet meer hoeven geplaatst te worden. Nou ja, kijk, boven de 80 km per uur maakt het niet uit of je een elektrische auto hebt of een... Nee, is dat zo? Ja, ik weet het niet. Nou ja, even met luchtweerstand te maken en met wielen op de weg. Ja. Dus het maakt niet zoveel uit. Kijk, de ChristenUnie was er tegen om nog die meting te doen. Want wat je met zo'n tweede meting gaat doen, is hetzelfde model opnieuw invullen en dezelfde uitkomst bekijken. En u zegt, je kweekt verwachtingen die je niet kunt waarmaken. Ja, ik zou zeggen, het model gaat niet veranderen. Dus je krijgt dezelfde uitkomst. Hmm. Dus je zit weer met hetzelfde probleem. Ja, maar je hebt ook nog dingen als bijvoorbeeld stiller asfalt. He, daar gebeuren zijn veel ontwikkelingen in. Ja. En dat maakt wel natuurlijk ook met elektrische auto's en zo, kan dat bijvoorbeeld uitmaken. Maar is dat niet het gedeelte van de weg wat eigenlijk doorloopt naar Coevorden of zo? Dan hebben ze onze gemeente al gepasseerd? Of, Nou, dit ging toevallig dan met name over het stuk bij de Marslanden, want daar wonen natuurlijk vrij veel mensen vrij dicht op de weg. Mm-hmm. En er zijn nog een aantal andere stukken waar dat ook zo is. Maar gelukkig zijn er ook hele stukken die gaan gewoon door het weiland. En daar hebben mensen er niet zoveel last van. We lopen al aardig op de tijd, maar wat ik één ding, dat wil ik toch nog wel even aan de orde stellen. Dat, ja, ik maakte van de week een wandelingetje door Dedemsvaart. En het masterplan is daar bijna voltooid. En als je ziet hoe dat uitpakt, die Markstraat. 1, 2, 3, 4, 5 winkelpanden leeg. Als je door de Julianastraat loopt, winkelpanden leeg. Het is een hele trieste aanblik. Klopt. En zat dat nou ook allemaal in dat masterplan, meneer Stelpstra? Dat was niet het idee, maar goed, wij hebben... Ja, ik weet niet hoe dat in Hardenberg is, hoor, met winkels die daar leeg staan, maar ik geloof dat... daar soort... staan er ook genoeg leeg. Ja. En in Gamsberg? Er staan er ook genoeg leeg, ja. Nou, kijk, als je kijkt naar het centrum van Hardenberg, zitten we nog onder het landelijk gemiddelde, dus relatief. Maar ja, je krijgt leegstand. Ja. Maar wij hebben geen invloed op de economie en het veranderende winkelgedrag. Maar de gemeente heeft toch wel dat plan bedacht of zo? Of, Ja, klopt. Maar binnen dat plan zat onder andere ook nog een supermarkt dat ergens zou komen. Nou, dat is weer veranderd. Ja. En zo is er wel wat gewijzigd tussentijds in het plan. En dat is ook... het nadeel van als je zulke grote plannen maakt, soms word je ingehaald door de tijd of de tijd verandert. Hm. En u zegt, nou ja, dat is dan helaas, dan moet je daar maar... Of zijn er nog inventieve ideeën vanuit de gemeente om toch wat aan die leegstand te gaan doen? Ik zit ook in de rekenkamer van de gemeente Hardenberg. Wij hebben een onderzoek daarna gedaan, met name naar masterplannen. En je ziet dat het binnen de huidige tijdsgeest heel moeilijk is om een heel groot plan over meerdere jaren uit te zetten. Ja. Want de tijd verandert. En als je nu kijkt bijvoorbeeld naar Marslanden, daar gaat ook weer een stuk bij gebouwd worden. En daar gaan we het in kleinere fases doen. Dus in die zin leren we er wel van. Als je dan Marslanden kijkt, heb ik zoiets van zorg dat dan eerst die woningen die er leeg staan, dat daar eerst wat mee gebeurt voordat er allemaal weer nieuwe woningbouw gebouwd wordt. Ik heb niet het idee dat de woningen leeg staan. Ik heb wel het idee dat er kavels nog te koop zijn. Mm-hmm. Dus dat er lege plekken zijn. En daarvan is het nadeel, die lege plekken zijn van een
projectontwikkelaar die ze niet voor minder wil verkopen. Nee. Dus wij kunnen daar niks aan doen. Nee, maar goed, uiteindelijk kan er wel steeds van alles bijgebouwd worden, maar als er kavels leeg blijven staan... Of dat ja, maar goed, als wij er geen invloed op hebben... Kijk, we hadden het net even over de woningbouw. In Sipculo hadden we het over, ja. Nee, nou, we hadden het over dus oudere woningen en jongere woningen. Kijk, de gemeente maakt nu een overeenkomst met de woningbouwstichtingen over wat ze allemaal gaan bouwen. Nou, onder andere binnen het nieuwe plan van de Marslanden zullen ze ook sociale woningbouw gaan realiseren. Dus ja, niks doen betekent dus dat er alleen nog maar villa's verkocht kunnen worden op de Marslanden. En met dit, dus met dan dit blijven plan, de sociale woningen blijven ook achter. Ja. Die uitbreiding betekent juist, daar hebben we iets over. Als er sociale huur voor terugkomt, is het oké natuurlijk. Maar een buurt verpaupert ook op het moment als woningen heel lang leeg blijven staan, krijg je op een gegeven moment ook dat de buurt ook gaat verpauperen. En dat mensen zeggen van ja, maar luister eens, er staan hier tichtal woningen leeg. Ik kan me niet herinneren dat er echt woningen leeg staan. Nou, er staan achterin, als je helemaal achter in Maaslanden bent, er staan toch een aantal woningen, die staan er toch gewoon al zeker een jaar of vijf leeg. Ja. Die zijn gebouwd, maar er wordt niks mee gedaan. Ja, en dat die projectontwikkelaar ze niet voor minder wil verkopen en de prijs alleen maar omhoog houdt. Ja, oké, dat is dan, maar dan had de gemeente dan wel iets in een overeenkomst op kunnen nemen van goh, er moet eerst zoveel woningen verkocht worden voordat je überhaupt weer opnieuw verder mag bouwen. Want op het moment dat niet gebeurt, en dat soort voorwaarden zijn... Maar is dat niet heel dwangmatig? Is dat niet heel... Nee, maar goed, ik denk ook... Wij zijn hier toch van een vrije markt of zo? Dat moeten wij ons maar de SP niet, ja? Zo, geloof ik. Natuurlijk, Nee, maar goed, op het moment, je kunt wel bepaalde voorwaarden stellen. Vooral in tijden dat de woningen al minder verkocht worden, dan zul je daarop moeten anticiperen door te zeggen van, goh, we nemen voorwaarden op. Niet steeds per sectie gaan bouwen en dan pas op het moment dat dat weer verbouwd wordt, dat dan weer een nieuw project. Maar is dat ook niet dat is allemaal prachtig hoor, maar dat doen ze nu ook. Kijk, die les is de Marslanden, dat is al veel eerder ingezet. Dat was in een tijd toen kon het niet op. Nou ja, goed, maar in 2006, 2007 is die woningmarkt al ingestart. Dus en ik kan me nog wel herinneren dat die woningen daar gebouwd zijn. En dat is toch wel iets naar die tijd. Nee, maar die les is naar mijn maar idee goed, wel geleerd. Die plannen die zijn veel ouder, hè. Kijk, wij hebben het nu over Marslanden fase 2. Dat zal pas dat over twee jaar, over twee of drie jaar, zal dat pas tot ontwikkeling komen. Dus dat is hetzelfde voor die woningen. Ja, daar hebben we wel van geleerd. Maar gegeven de tijdgeest toen, was het een prima plan. Alleen, maar we hebben in Deneswaard hebben ook zo'n plannetje. Ik bedoel, achterin bij Deneswaard Zuid, daar zou de goudkust komen. En er staat een kapitaalhuis en dat staat geloof ik al 4-5 jaar leeg. En ja, ik geloof dat er al plantjes op de vloer groeien, maar er gebeurt niks. Het is zonde en daar ben ik Maar goed, dat is maar het zelf is wel de vrije ondernemer, de projectontwikkelaar die bouwt wat. Ja, en met de hoop het te kunnen verbouwen. En toen kwam de crisis. Ja. Nou ja, daar lopen dus ook tegenaan als je het over leegstand. Wij zouden het liefst ook lagere huren willen. Maar de verhuurders, die willen niet lager gaan verhuren. Dus dan, Ik dacht dat u bedoelde, de huurders willen niet lagere huur betalen, maar daar zal het niet aan liggen. Nee. Die ben ik nog nooit tegengekomen. Nee. Nou ja, daar lopen we nu heel praktisch tegenaan. Oké. Okay. Nou, mevrouw, mijne heren, ik wil toch nog even een rondje gaan maken met u van... wat is er nog heikel in binnen de raad? Wat zijn er nog voor dingen die binnenkort op de agenda staan? Heeft u nog iets over de financiën te vertellen of iets over de Engbertsveendijken? Nou, die komen allemaal nog voorbij. En die zijn in meer of mindere mate heikel, denk ik. Over de financiën valt dat overigens wel mee. Ja. Want, maar Engbertsdijkvenen... daar wordt verschillend over gedacht wat je daarmee aan moet. Maar dat is nou typisch zoiets waar we eigenlijk helemaal niet over gaan. Want dat is Natura 2000, dus dat ligt bij de provincie. Mm. Ja, die heeft dat aangewezen. En verder aan heikele zaken schieten mij niet zo 1, 2, 3 dingen te binnen. Ik kijk naar de jaarrekening. Daar bent u ook van, hè? Want u zit ook in de rekenkamer, begreep ik net. Ja, dat is een onafhankelijke orgaan die eigenlijk het gemeentelijk beleid controleert. Dus dat is even niet financieel. Is dat niet heel duaal? U zit ook in de gemeenteraad. Moet u dan niet uzelf controleren? Gedeeltelijk wel, ja.
En kan dat? Of loopt u dan even de zaal uit? Of, Nou, de rekenkamerfunctie is eigenlijk een onafhankelijke functie, staat buiten de gemeenteraad. En wij hebben een externe voorzitter. En wij controleren met name doelmatigheid van het beleid. Maar goed, als we nog even naar de heikele punten gaan. Ik ben heel benieuwd, zou ik zeggen, wat het sociaal domein ons straks gaat kosten. We hebben daar veel geld in gestopt en een korting gekregen. Ik ben heel benieuwd hoe dat, wat de eindafrekening daarvan zal zijn. Ja, kunt u iets concreter zijn? Ik bedoel, Nou, kijk, er zijn al signalen dat de jeugdzorg een stukje duurder is geworden dan begroot. Nou. En ik ben heel benieuwd hoe dat op de andere posten... Nou, we hebben het de vorige keer hebben het ook gehad met name over de ouderenzorg. Hè? Mensen die heel erg beknot worden in de huishoudelijke hulp. Ja, ja. En ja, kijk, je kan je natuurlijk wel rijk rekenen door gewoon die mensen minder hulp te geven. Maar de praktijk blijkt dat die mensen toch die hulp nodig hebben. Ja. En dat er toch diverse protesten en processen lopen daartegen. En stel nou dat de andere kant uitgaat en dat je een soort precedentwerking gaat krijgen. Ja, nou beginnen we weer een hele nieuwe discussie. Nou, we zijn eigenlijk naar een verandering gegaan. Van in plaats van, nou, u vraagt, wij leveren. Nee, u vraagt, we gaan met u kijken. Hoe kunt u zoveel mogelijk het zelf doen? Mm-hmm. En dat is een transitieproces. En daarbinnen was de gedachte, nou, dan kan het wat goedkoper worden. Mm. Dus dat vind ik zelf ook geen gekke gedachte. Maar de vraag is alleen... Levert het de besparing op? Ja, maar dan kan het wat goedkoper worden. Maar waar denk je dan aan? Waar kan het dan goedkoper op worden? Ik bedoel, we hebben al een keer de hulpmiddelen gehad waar we op mensen moeten bezuinigen. Ja. We hebben nu de aanpassingen van woningen waar geen geld voor blijkt te zijn. Ja. En nou ja, kijk, op een bepaald moment komt natuurlijk de wal moet het schip keren, zeggen ze dan wel eens. Hè? Dat, Ja, nou, kijk, de gedachte is dat je eerst gaat kijken in iemands persoonlijk netwerk. Ja. Van hey, welke hulpvraag kan je daar wegzetten? Mm-hmm. En zo ga je steeds verder kijken van, hey, kan de buurt wat doen? Mm. Je hebt noodbeschap-initiatieven die wellicht bepaalde taken. En als laatste schil, dan gaat de overheid je helpen. Terwijl voorheen was het, nou, ik heb een probleem en de overheid helpt je. Mm. En eigenlijk dat is de transitie die we hebben. En daar heeft u wel vertrouwen in? U denkt wel dat dat gaat lukken? Ja, want ik denk dat mensen een hele hoop zelf kunnen. Maar en waar de mensen... Het niet zelf kunnen, daar is altijd de overheid voor. Heb je er ook zoveel vertrouwen in, meneer Stoeten, dat de mensen het wel zelf kunnen redden? En, dat heeft ook al verschillende rechtszaken, hebben dat al uitgewezen, dat gemeentes op de vingers getikt worden door tekort op de huishoudelijke hulp en dat soort dingen allemaal. Ja. Ja, voornamelijk de eigen bijdrage is. Nou, niet is alleen de eigen bijdrage, maar ook de vermindering van het aantal uren zorg dat de mensen krijgen. Als je kijkt richting de Achterhoek, hoeveel gemeentes daar al op de vingers getikt zijn door... Ja. Door de rechter van dat korten niet zomaar kan. Dus. Nee, klopt. Maar gelukkig hebben wij in Hardenberg een erg sociaal beleid. Overigens gelukkig ook dat een rechter dat soort dingen toetst. Ja. Ja. Omdat wij zijn van mening dat als iemand die zorg echt nodig heeft, dan moet hij die ook krijgen, punt. Ja. Ja. En als het blijkt dat het meer geld kost, ja, dan zullen we dat moeten oplossen. Dat is ook geen makkelijke keuze hoor. Dat klinkt makkelijk, maar dan moet kan je niet doen. Maar we vinden denk ik wel in Nederland met z'n allen dat zorg echt een primaire levensbehoefte is. Dus, ja. Nou, prima. Ik wou u toch nog even zelf het woord geven, want u bent hier als... gaat dat lukken nou in 2018 of die meedoen aan de verkiezingen? Nou ja, goed, er zijn in ieder geval nog een aantal mensen nodig binnen onze groep om, om ons team te komen versterken. En het is gewoon even afwachten van, kunnen we de juiste mensen vinden en Maar is het wel zo dat bij de SP het begint ergens en we hebben dat vorige keer in Hardenberg ook gezien en in Coevorden. En toen haakten er weer wat mensen af. En nu zien we dan ook bij de Noordoostpolder, bij de gemeente, daar is ook allerlei tumult. Want daar schijnt een mevrouw te zijn, ja, de naam is me even ontschoten, de fractievoorzitter van uw partij daar in de gemeenteraad. Wat is jouw achternaam ook alweer, Ed? Ed Hoekstra. Was dat niet de naam? Misschien dat het me daarom bewust ontschoten is, maar die mevrouw die had wat moeite met de afdracht. En wat is dat precies, de afdracht? Nou ja, goed, de SP die heeft een regeling waarbij het
de verdiensten die ze krijgen vanuit de gemeenteraad, ja. De statenfractie in de provincie of de Tweede Kamerleden, dat die een bepaald deel, dat in ieder geval dat het bedrag wordt gestort in de kas van de vereniging. Ja. En dan wordt daar een bepaald deel wordt weer teruggestort richting de leden die actief zijn. Maar er waren ook wel... Dat is toch de helft, dacht ik? Is een beetje afhankelijk. De gemeenteraad die krijgt 25% terug van het bedrag. De provincie... En daar wilt u toch wel voor doen? Nou ja, goed, het gaat om de solidariteit van de mensen en om de mensen die echt puur op het geld uit zijn, die ze denken te kunnen verdienen, om die mensen buiten de deur te houden. En dat het toch, dat de SP toch echt puur iets voor de mensen wil betekenen. Want je doet iets voor de mensen als lid van een gemeenteraad of van een Tweede Kamer. En dan zegt u van nou, dat daar red ik het wel mee. Nou ja, goed. Of is dat u niet primair daarom te doen? U zegt, nee, ik vind juist, het is mij altijd zo geleerd, je moet, als je iets wil veranderen, moet je bij jezelf beginnen. Mm-hmm. En van daaruit deze instelling heb ik ook zoiets van, ja, ik wil wat voor die mensen betekenen. En omdat ik zelf ook weet om in een bepaalde situatie te zitten, of te hebben moeten zitten, om dan ook wat voor die mensen terug te kunnen doen en dingen te kunnen verbeteren. Waar het niet gaat zoals het eigenlijk zou moeten. Nou, we gaan, neem ik aan, de komende tijd heel veel van u horen. En of uw initiatief gaat lukken en of u inderdaad voldoende partijgenoten kan vinden. Hè? Ja, nou ja, goed, dat de vorige keer afgehaakt is puur omdat er dus twee mensen die zijn overleden. En, dan wordt het lastig. De groep, vooral omdat de mensen ook wat op leeftijd waren. En we proberen nu toch wel een wat jongere groep bij elkaar te krijgen. Ja. Okay. Nee, dan... Hebben jullie de vorige keer geen lijst gehad? Volgens mij niet. Volgens mij stond SP vorige keer wel op de verkiezingslijst. De gemeenteraad is in ieder geval niet. Ik dacht het niet. Nee. Okay. Nee, ik denk dat we dan toch met iets anders bezig waren. U nog een iets wat u zegt van nou, dat is me nog even dat schiet me nog even te binnen? Nee? Nee? Nou, dan wil ik u allen hartelijk danken voor uw aanwezigheid. En ik hoop dat het toch iets verduidelijking heeft kunnen brengen, ook naar de kijkers. En ik wil even naar de kijkers, die ook natuurlijk die kijken naar dit programma, heel erg bedanken. En graag ook tot de volgende keer. En de volgende keer wordt het weer heel interessant, want we hebben al wat in de koker zitten. We gaan eens kijken bij onze buurgemeente, want er was de afgelopen tijd was er iets over de BOH. De bestuursovereenkomst Omme Hardenberg. Bestuursdienst, ja. Dat viel niet helemaal lekker. Men dacht van, wordt het nou toch een fusie of wordt het nou geen fusie? Nou, ik denk, nou, weet je wat, ik ga eens buurten bij de mensen daar in de gemeenteraad. En ja, die willen daar graag de volgende keer wat over komen vertellen hier in de uitzending. Dus, en hoe zij daarin staan. Dus dat wordt zeker weer waard om naar te kijken. Nou, allemaal nogmaals heel erg bedankt. En dus graag tot de volgende keer. Leuk onderwerp, ga ik zeker kijken. Ja. Ja. Wou je nog een wijntje, Gita? Nee, dank je. Nee? Een zoutje? Ja, dat wel.